Welkom dames en heren en gendervloeibare landgenoten bij een nieuwe aflevering Café Weltschmerz. Café Weltevreden. Ik zit hier, Dennis Honing is mijn naam. En het is de eerste keer dat ik het mag doen hier, dus ik ben nog een beetje zenuwachtig. Het hart gaat wat sneller en de hersenen wat langzamer. Maar het kan vertieren. Naast mij zit de altijd briljante Stefan Reitsma en daar ga ik vandaag mee praten over drugs. Iets wat we elke week wel terug horen in de samenleving, media, politiek. En we zijn als Nederland het meest vooruitstrevende land toch al 40 jaar niet meer veranderd in ons beleid. We zijn heel tolerant en dynamisch, maar we hebben coffeeshops waar de wiet er wel uit mag, maar er niet in. Nou, dat is natuurlijk ook voor een kind van 5 wel haalbaar om te beseffen dat dat niet heel veel voorstelt uiteindelijk. Maar waar ik het over wil hebben vandaag, het is eigenlijk breder dan het hele legaliseren van wiet en et cetera en de coffeeshopreguleringen, want dat is op zich best wel een platgetrapt onderwerp. Persoonlijk kende ik drugs vooral als iets waarvoor gewaarschuwd werd, daar moet je voor oppassen. Dat heeft te maken met decadentie, sociale ontbinding, je gaat minder naar school, je gaat bij feesten, mensen sterven, de ecstasy neemt ze over. Vroeger had je ook dominees die waarschuwden van de Satan houdt ze in hun greep op hardcore feesten. Ja. En hoewel we in Nederland inderdaad heel erg op de trom slaan van we zijn progressief en we zijn open-minded. En ach en wee de rest van de wereld, want zijn ze toch zielig en kortzichtig. Blijft drugs ook een beetje de reputatie behouden van iets wat negatief is en ongezond? Ja, in ieder geval waar we een beetje moeilijk mee omgaan natuurlijk. Je ziet ik denk ook bijvoorbeeld dat drugs een nieuw fenomeen is. En daar heb ik het er met jou vanmiddag over. In het voorspel van dit prachtige, van deze intellectuele vrijpartij. Ja. En dan zeg je van het is veel ouder dan dat. En politici waren en soldaten gebruikten drugs. Zullen we daar beginnen dan? Ja, dat lijkt me goed beginnen. Hij had het natuurlijk over een half decennium had je het. Of een halve eeuw had je het eigenlijk. Maar je hebt bijvoorbeeld ook al in de Eerste Wereldoorlog had je een cocaïnefabriek staan in Amsterdam. Die gewoon cocaïne verscheepte naar beide partijen. En het is natuurlijk ook onder wetenschappers dus destijds. Een cocaïnefabriek en die naar beide partijen, waren dat? Die verkocht dus aan Engelsen en Duitsers cocaïne. Want je moest er toch op een of andere manier loopgraven uitkrijgen. Ja. En het is gewoon een. Iets grappigs met ecstasy. Je ziet, we hebben wel iets in Nederland natuurlijk waar je kan testen. Dat scheelt al een hele hoop. Want het is een grappig fenomeen dat je ziet eigenlijk dat in Nederland het meeste drugs wordt gebruikt in Europa. Uit onderzoeken blijkt dat. En ook het meeste ecstasy. Maar we hebben eigenlijk verbazingwekkend weinig sterftegevallen in Nederland. Waarschijnlijk omdat de kwaliteit gewoon hoog is, maar ook omdat die tests ook gewoon gedaan mogen worden. Want je merkt bijvoorbeeld in Engeland is het destijds, nu de laatste paar jaren, zijn er best wel veel ongelukken gebeurd. En beginnen ze langzaamaan weer richting dat format van dat je kan testen op festivals toe te gaan. Omdat er eigenlijk gewoon heel veel ongelukken gebeuren die een beetje onnodig zijn. Maar niemand durft er helemaal over te praten en het is gewoon een beetje zo'n taboe onderwerp. Waardoor er niet zo snel verder mee komt. Dus jij zegt eigenlijk nu, omdat Nederland daar wat realistischer in is, worden we ook veiliger. Want we gaan anticiperen op de veiligheid. Maar we zijn er wat pragmatischer in. En dat is gewoon een slimme aanpak die we eigenlijk voor meerdere dingen zouden moeten inzetten. En je merkt gewoon dat heel veel van ons drugsbeleid is niet zozeer gebaseerd op echte wetenschappelijke kennis of onderzoek. Maar toch al heel vaak gewoon op inderdaad een soort van basale angst die mensen voelen. Wat jij net beschrijft eigenlijk over drugs. Die ergens terecht is, maar het probleem is onze vocabulaire erin klopt ook niet helemaal. Want als je het hebt over drugs, dat is natuurlijk eigenlijk al een geïmporteerd woord uit Amerika. En als je dat naar het Nederlands zou vertalen, dan zou dat al verdovende middelen moeten gaan worden. Maar je hebt dus al eigenlijk een heleboel drugs die niet verdoven. Dus het is eigenlijk een verzamelwoord dat al niet klopt. Als je dan bijvoorbeeld gaat hebben over de psychedelica, dat is stofjes die je niet verdoven. Maar officieel moeten dus scharen onder die drugscategorie, wat dus in Nederlands eigenlijk verdovende middelen zou moeten zijn, maar dat zijn het niet. Dus je merkt dat op die manier een beetje het gesprek gewoon een beetje niet helemaal klopt meer op een gegeven moment eigenlijk. Dus die psychedelica, want daar gaan we dieper op in, dat is ook wel een beetje jouw kennisgebied. Ja. Zou je kunnen zien als een aparte groep van middelen? Ja, het kan in ieder geval geschaard worden onverdovende middelen. Het doet iets anders dan verdoven. En, of het dan goed of slecht is, dat is dan nog een andere vraag. Maar het is al wel telling dat we eigenlijk het scharen onder een categorie, wat gewoon feitelijk eigenlijk niet klopt, als je kijkt naar de definitie van het woord drugs. Dus er zijn heel veel mogelijkheden met psychedelica om dingen te doen die ze hebben zo'n hele andere werking gewoon dan inderdaad een alcohol of een stimulerende middelen. Ja. Waardoor, laten we daar dan op inzoomen. Je hebt dus, we kennen allemaal marihuana, ecstasy, heroïne. Dat zijn toch best wel, sommige van hun, dat zijn toch wel zwaardere dingen. En dan zien we mensen op straat hangen, verslavingen. Die psychedelica, dan wil ik daar wat dieper op ingaan, zowel cultureel als qua gebruik. Jij bent
naar Zuid-Amerika gegaan. Ja, ja. En daar ben je niet alleen het ding aan zich, maar je bent ook de cultuur omheen. Je bent je echt onder gaan dompelen. Ja, het was onder andere die interesse ook die me een beetje naar Zuid-Amerika trok. En het was heel interessant te zien hoe dat daar zich vormt eigenlijk. Want je hebt dus in Peru en in Bolivia worden deze planten, die bijvoorbeeld in ayahuasca worden gebruikt, wat de combinatie is van twee verschillende planten. Maar je hebt ook San Pedro cactus, wat ook daar veel gebruikt wordt. En dat is... dat zijn daar heilige planten volgens de cultuur, waardoor het eigenlijk een van de weinige landen zijn waar je dus legaal dat soort dingen kan doen. Maar dan moet je dus wel naar een soort van quasi-traditioneel shamaanfiguur toe. En dat was dus wel grappig toen ik daar was, want in de praktijk bleek dat nog heel moeilijk om daar eigenlijk een betrouwbaar figuur in te vinden. Er is veel kitsch. Het is natuurlijk, het wordt op het moment een beetje gehyped. Van een damachtig van de klompen. Ja, je ziet gewoon dat er van heinde en verre komen allerlei kleurige hippies naar Zuid-Amerika toe om daar ayahuasca te gaan doen. Maar vrij veel ervan, die hebben ook heel veel meer geld. En het werkt gewoon op een bepaalde manier een beetje een rare markt in de hand daar, merk je. Want wij hebben toen, ik heb toen bij de eerste shaman waar ik heb gezeten. Die viel in slaap, terwijl ik op een gegeven moment in principe aan de trippen zou moeten zijn. En die begon met verhalen over aliens en over weet ik veel wat. Ik dacht, dit is het ook niet. Dus het is een beetje wat dat betreft een lastig onderwerp in Zuid-Amerika, denk ik. Er zijn ook heel veel mensen daar die dat herkennen. Dat op een gegeven moment eigenlijk die cultuur juist verloren gaat, omdat er nu zo'n, zo'n enorme hype over is. Ja. Het wordt een beetje drugstoerisme. Ja. Maar dan, uiteindelijk gaat het dan wel goed. Je hebt het natuurlijk vaker. Die ene man viel in slaap. Dat was dus een beetje een te commercieel geval. Uiteindelijk heb ik inderdaad via een straatmuzikant ergens ben ik een van een raar hutje ben ik terechtgekomen bij een man die dat al, die naar eigen zeggen vanaf zijn zesde elke maand een keer moest doen. En dat was ook, dan merk je ook wel meteen een hele andere soort persoonlijkheid erin zitten. Die inderdaad een hele kalme, dat was een heel apart figuur om bij te zijn. En dat was een hele interessante ervaring. Al ben ik over het algemeen van mening dat we het beter niet al te veel zouden moeten gaan hypen. Ook omdat het vanwege regenwoudbehoud, et cetera, is het gewoon niet praktisch om daarheen te gaan. En je merkt dus inderdaad dat eigenlijk de goede shamaans die de kennis nog bezitten, want het wordt daar al duizend jaren gebruikt, ayahuasca, of in ieder geval honderden jaren, weten we zeker. Dat die kennis niet verloren gaat, omdat wij allemaal per se die specifieke psychedelica willen gaan gebruiken. Want we merken dat eigenlijk de voordelen die je uit een ayahuasca haalt, die kan je ook uit een andere psychedelica als een LSD of een psilocybine of een mescaline. Ayahuasca, als ik het goed zeg. Ja. Voor mensen die kijken en denken van, wat is dat voor aflevering van Pingu? Wat is het voor Hyundai type? Nou, dat is iets wat in de laatste paar jaren zeker een hele hoop meer bekendheid heeft, van meer bekendheid heeft genoten. Gewoon omdat het een traditioneel geneesmiddel is, wat eigenlijk in Zuid-Amerika al een hele tijd wordt gebruikt. En een beetje op de manier van... Als je bewijzen van wijze je stam hebt en er is iemand gewoon in de war of niet lekker bezig, dan kan die dan altijd door middel van een stofje en door middel van de shamaan enigszins gereïntegreerd worden weer in de stam, zeg maar. En als je dat dus op een groot maatschappelijk vlak gaat bekijken, hebben we natuurlijk inderdaad, je hebt net al over inderdaad drugsgebruik, et cetera. We hebben natuurlijk grote problemen met depressie en verslaving. We zien ondertussen dat depressie volgens mij bijna volksziekte nummer 1 is. Veel zelfmoorden nemen. Heel veel zelfmoorden. En inderdaad, weet je, de leading cause of death voor jonge mensen is gewoon zelfmoord. Dus we hebben eigenlijk iets nodig om een goed geneesmiddel nodig om daar iets aan te kunnen doen. En wat we eigenlijk hebben gemerkt in de afgelopen 50 jaar... psychiatrie is er niet heel veel, zijn we niet heel veel vooruit gegaan. Het zijn allemaal vage theorieën en het blijft eigenlijk iedere keer van het was met je jeugd. Maar het is heel lastig om therapie te leveren die altijd resultaat oplevert. En ook op een kwantitatief genoeg, zeg maar. Als het af en toe helpt is het leuk. Maar als je gewoon een betrouwbare therapie zou hebben die voor iedereen op een bepaalde manier zou kunnen werken. Dan kunnen wij, naar mijn idee, die druk op die maatschappij een stuk verlichten. En gewoon überhaupt, het is natuurlijk tragisch dat de jonge mensen zelf plegen. Omdat ze gewoon niet weten wat ze moeten met het leven. Nou kan je je voorstellen, iemand hoort dat van... En die hoort dan toch het verhaal van, er is een drugs uit het oerwoud. En die is goed en dan komt het goed met de depressie. Dus om die dan wat diepgang, en ook ikzelf ook, want ik ben ook allemaal helemaal niet thuis in... Wat is het? Is het vloeibaar? Van welke wortels wordt het gemaakt? Takken, vruchten en hoe gebruik je het? Wat maak je mee? Ik hoor je nu ook al zeggen, het probleem is ook dat je eigenlijk natuurlijk niet alleen maar van het stofje uit moet gaan. Want wat is inderdaad in de afgelopen paar decennia steeds meer is ontdekt, omdat we ook die ayahuasca-ceremonies onderzoeken, is dat eigenlijk de hele set en setting eromheen is bijna net zo belangrijk als het stofje zelf wat je neemt. Dus met welke mindset ga jij erin? Wat is je omgeving? Hoe word jij behandeld in je omgeving? Maar wat gebeurt er terwijl je die ervaring hebt?
dat kan heel grote impact hebben op wat voor effect die druk uiteindelijk heeft. Waardoor het heel erg ingewikkeld is om een goede therapie ervoor te ontwikkelen. En ik denk dat het daarom ook belangrijk is dat we zo snel mogelijk in ieder geval die drugs van de strengste lijst afhalen. Dat we er gewoon makkelijker onderzoek mee kunnen gaan doen. En dat mensen ook een beetje creatievere manieren kunnen gaan kijken van oké, hoe gaan we die trip dan begeleiden om maximale... Want dat moet dus echt begeleid worden door een sjamaan? Ja, nou, wat je ziet, je hebt dus hele verschillende formats wat dat betreft nu. Dus, want je hebt dus inderdaad een sjamaan, als je hebt in Peru en Bolivia, die gaan er meestal bij trommelen of zingen. En die geleiden je daar eigenlijk doorheen. En wat je merkt, wat je nu dus sinds kort in Amerika heb je met MDMA, wordt er nu heel veel onderzoek gedaan om therapie te geven met kleine doses MDMA. Maar dat het daar dan meer eigenlijk gewoon, je wordt op een bank neergelegd in een gezellige, normale, huiselijke sfeer. En er zitten gewoon mensen naast je die iedere keer als jij het even moeilijk krijgt ergens mee in je trip, die dan zeggen van, ja, dat maakt niet uit. Die weten dan wat ze moeten zeggen, want ze zijn ermee bekend. Waardoor je eigenlijk de kans op een bad trip vrijwel geheel weghaalt. Dat kan gewoon eigenlijk niet meer gebeuren als je dat goed begeleidt. Ik ben even een beetje de draad kwijt, waar gingen we nou heen? Ik wilde de werking weten en eigenlijk waar verschillende drugs van gemaakt zijn. Of billetje. Met de ayahuasca merk je dus, dat is een heel apart stofje wat uiteindelijk de werkzame psychedelica erin is, DMT. Wat apart is, want dat is een stofje wat in ons eigen lichaam constant voorkomt. We produceren het zelf. Waarom zijn we er niet helemaal zeker van, maar het is een raar fenomeen. Maar dat is een stofje wat je niet apart kan eten en dat het dan ook werkt. Je moet bepaalde enzymen in je maag moet je uitschakelen om ervoor te zorgen dat het stofje werkt. Dus vandaar dat ayahuasca een combinatie is van twee verschillende planten. Eén is de chacruna, dat zijn blaadjes van een klein bosje. En dan hebben ze de ayahuasca zelf. Dat is ayahuasca betekent in het Quechua de liaan van de doden. Omdat er wordt gedacht dat je met je voorouders kan praten terwijl je aan de trippen bent. En dan heb je natuurlijk de San Pedro waar ik het net over had, waarin de werkzame stof mescaline is. Dat kan je wel gewoon apart nemen. Het is geen pretje, maar je kan het uitkoken. Het is heel vies. Is het vloeibaar? Ja, ayahuasca is dus iets wat die stofjes gooien ze bij elkaar. En dat moet eigenlijk volgens mij bijna etmaal koken. En dan wordt het, ligt een beetje aan de sjamaan of je het langer of minder lang uitkookt. Ik had het destijds een vrij vloeibare versie, maar je schijnt ook een wat dikkere, beetje shot-achtige. Maar wat ik toen dronk, dat was het beste te omschrijven als olijfsap met een vleugje citroen. Dus dat is niet iets waar je over naar huis schrijft. En San Pedro was eigenlijk nog veel erger. Dat was echt zo bitter als maar kon. Voor je het weet, met de juppen hier in Amsterdam, dan staat er gewoon in een rij, hoor. Ja, die San Pedro, echt, ik weet, je zou maar eens moeten proeven. Ik proef het nu nog steeds. Ik wil er eigenlijk bijna niet meer aan, omdat ik nog weet hoe erg die smaak van die was. Maar dus dat zijn eigenlijk de traditionele planten die je in Zuid-Amerika vooral terug ziet. Dan heb je in Midden-Amerika heb je nog een Indianenstam gehad die heel veel deed met paddenstoelen. Die in principe de paddo's zoals we ze kennen, die noemen ze daar Nino Santos. Dezelfde of een verwante exemplaar? Nee, dezelfde. Ja, volgens mij is dat de Cubensis Mexicana, denk ik dan. Ja, Mexicana zou het moeten zijn. Ja. Mexicaanse paddo. Oh, ja. En dat is dus de werkzame stof psilocybine en psilocine. Wat eigenlijk qua structuur heel veel lijkt op DMT ook. En ik persoonlijk vind dus als we dus dingen hiermee moeten gaan doen, bijvoorbeeld in Europa of in Nederland, dan kunnen we daar eigenlijk beter van afhankelijk zijn dan van zoiets als ayahuasca, omdat het gewoon een zeldzame planten zijn die je uit de jungle moet gaan trekken. En paddo's is iets wat je binnen twee weekjes in je vochtige keldertje kan kweken. Ja. En dat kan iedereen en het is heel makkelijk en het is, je zet er geen druk op bepaalde omgeving, hoe noem je dat? Geen druk op een ecosysteem of et cetera. Nee. Dus dat is de praktisch gezien het makkelijkste mee te werken, lijkt me. En natuurlijk LSD, daar zijn ze ook van bezig. Wat het is, hè, vloeibaar, wat is het? Dat hebben we nu behandeld. We hebben even gekeken naar, ik merk echt bij jou een noodzaak aan dat we er als een soort alternatieve geestelijke en lichamelijke, ik wou bijna zeggen toevlucht. Maar wat is nou de werking ervan dan? Want ik heb bijvoorbeeld het nog nooit gebruikt. Wat ga je meemaken? Wat gaat er gebeuren wat zo belangrijk is voor jou? Ja, het is subjectief kan het gewoon heel erg verschillen. Maar als je objectief dus inderdaad een beetje wetenschappelijk gaat kijken naar wat de werking ervan is. Moet je eigenlijk een beetje bekijken dat men dacht eerst toen ze voor het eerst MRI-scans en dergelijke gingen doen met mensen die aan de LSD zaten of aan de paddo's zaten. Dat het een beetje dat het vuurwerk zou zijn, omdat het als subjectief wordt het echt ervaren als een hele heftige ervaring. Waarin je zou zeggen dat je hersenactiviteit heel erg veel meer wordt. Maar wat ze merken is dat eigenlijk vooral
in het een beetje dirigerende gedeelte van je hersenen de activiteit afneemt en de communicatie tussen verschillende hersengedeelten toeneemt. Dus je zult heel vaak mensen hebben die inderdaad zeggen een kleur te ruiken. Dat heeft gewoon te maken omdat het dan dus andere gedeelten van je hersenen registreren de realiteit om je heen, zeg maar. En wat het dus eigenlijk doet, is het schakelt die zelfverdedigingsmechanismen die je hebt om te overleven als organisme in de natuur, die schakelt die eigenlijk uit. Waardoor er inderdaad mensen die aan het trippen zijn, die zijn niet heel erg, op dat moment in ieder geval kunnen ze niet echt goed voor zichzelf zorgen. Waardoor zo'n tripper dus heel erg belangrijk is. En dat is niet alleen te maken met hoe hoger de dosering daarin wordt, hoe heftiger dat wordt. Dus hoe meer op een gegeven moment worden bepaalde concepten heel moeilijk om te bevatten nog, om er iets mee te kunnen. Die bewijzen van, als je nuchter naar een auto kijkt, denk je van, auto. Maar als je aan het trippen bent en je ziet een auto voorbij komen, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je opeens beseft van, dat is ook raar, een metalen doos op rubberen wieltjes die vooruit beweegt omdat er een gecontroleerde explosie binnenin plaatsvindt. En het is gewoon heel raar, weet je. Je gaat alles helemaal uit elkaar trekken op een andere manier. En dat is denk ik wat ook het nut is als je naar je eigen persoonlijke problemen of naar maatschappelijke problemen gaat kijken, is dat je het gewoon door een andere lens even kan bekijken, een tijdje, al is het maar heel eventjes. Ja, dat vind ik een boeiend aspect. Ja. Dus je gaat bij een auto kan je een stap terug doen, denk je, hey, eigenlijk aan het einde van de dag is het inderdaad een metalen blik. Ja. Inderdaad, met een bankje erin en een stuur en gecontroleerde ontploffingen. En wat gebeurt er dan met geestelijke vraagstukken en met... Je kan je voorstellen dat als je dus inderdaad jezelf eigenlijk gewend bent om jezelf een beetje de grond in te praten en te vertellen hoe je het eigenlijk allemaal niet kan en hoe het eigenlijk toch maar geen zin heeft. Dan kan je dus, terwijl je in die trip zit, is dat in ieder geval tijdelijk, is dat niet meer die waarheid. Dan verandert het de manier waarop je nadenkt zo extreem, dat je tijdelijk kan beseffen van, dus het hoeft niet altijd zo te zijn. De waarheid is niet altijd zo. En als je dat maar tijdelijk kan ervaren, dat het dus niet altijd, dat je jezelf niet altijd naar beneden hoeft te praten, al heb je dat maar een paar uur. En je kan daarna door therapie dat ook weer, wat meer naar boven brengen, dat gevoel weer. Dat je mensen dus daadwerkelijk van gedachten kan veranderen, wat gewoon iets heel erg ingewikkeld is natuurlijk. Maar als je mensen van gedachten kan veranderen over hunzelf en over de manier waarop zij naar de realiteit kijken, dan kan je mensen helpen om over verslaving heen te komen of over depressies heen te komen. En wat je dus ook ziet, dat er heel veel onderzoek wordt gedaan met paddo's naar mensen die terminaal ziek zijn. Die dus echt eigenlijk doodsbang zijn om dood te gaan. En terecht, want ze gaan ook dood. Maar uit die onderzoeken blijkt dat het gewoon op een bepaalde manier echt die angst voor de dood ook bijna weghaalt. En als dat dan kan, dan moeten andere angsten ook lukken, lijkt me. En dat vind ik persoonlijk een heel interessante toepassing ook. Want het is iets moeilijks aan de westerse wetenschap, medische wetenschap vooral. Ze kunnen niet echt omgaan met de dood. In een ziekenhuis ook niet, weet je. Als de dood dan in de buurt komt, dan is de dokter nergens meer te bekennen. En dan moet je eigenlijk een soort van priester hebben of zo. Dat hoort niet helemaal het ziekenhuis thuis, weet je wel. En op deze manier kan je dat weer een beetje reïntegreren, denk ik. Dus mensen gaan helemaal buiten de gebaande paden van hun angsten en hun twijfels aan zichzelf. Ja. Heb je ook dan wat met paddo's gehoord? Ik was verhalen van vrienden van de lampen gaan druipen en de kleuren en de geuren. Ja, dat verschil, daarom zeg ik, subjectief kan het dus heel erg verschillen, denk ik. Ik heb persoonlijk meestal niet zo'n heel erg groot visueel aspect. Het kan natuurlijk gebeuren hoor, maar alleen met echt hele hoge doseringen dat ik dat soort dingen meemaak. Maar over het algemeen is het niet... niet zo'n radicale verandering als wat vaak in de populaire cultuur natuurlijk wordt gezegd. Dat je kabouters of olifantjes, dat gebeurt gewoon niet. We horen van Franse toeristen die uit het raam springen in Amsterdam. Want daar hoor ik als normale Jan met de pet, als Ali met de tulband, hoor ik daarvan. Ja, dat is natuurlijk wat destijds gebeurd is met de paddo's, dat die ook illegaal zijn geworden in Nederland. Wat eigenlijk heel raar is, want de truffels zijn nog steeds legaal. En dat is dezelfde schimmel. Het enige wat je hoeft te doen is de omstandigheden zo slecht maken dat er geen paddo's kunnen groeien. En dan gaat die truffeltjes maken onder de grond. En die mogen we nog wel verkopen. En dat gaat wel goed. Dus die hebben ook dezelfde werking volgens jou? Die hebben dezelfde stof. Het is psilocine. Meer psilocine dan psilocybine. Dus het is het werkt wat sneller. Maar het is in principe hetzelfde stofje wat de werking heeft. Dus eigenlijk is ook dat illegaal maken van paddo's destijds, er is gewoon een loophole gevonden. En eigenlijk precies hetzelfde stofje is nog steeds op de markt. Maar we zien dat er eigenlijk niet zoveel verkeerde dingen mee gebeuren. Het lijkt niet heel erg gevaarlijk te zijn. Al moet ik zeggen dat ik niet denk dat je het daarop moet gooien als je het, wil gaan legaliseren of wil gaan gebruiken voor therapie en dergelijke. Kijk, die dingen kunnen gevaarlijk zijn. Natuurlijk kunnen ze gevaarlijk zijn en er kan iets mee gebeuren, maar...
we zouden het op een bepaalde manier ook moeten gaan zien als een soort van bazaal mensenrecht. Van kijk, als jij mag skydiven en mag paardrijden of mag Formule 1 racen, waarom zou je dan niet thuis een keertje aan de polis mogen als we in principe zien dat het niet zo heel erg gevaarlijk is? Ja. Dat is een rare paradox eigenlijk in het Westen, dat we die persoonlijke vrijheid er niet toelaten. Want we hebben natuurlijk we hebben al wetten voor al het andere wangedrag wat misschien door de druk zou kunnen komen. Dus want daar moet je denk ik mee oppassen. Dat is ook wat veel mensen al, als je natuurlijk mensen hebt die wiet willen legaliseren, van ja, je kan er niet aan dood. Wat dan als er straks een dag komt en dan gaat wel een keer iemand dood omdat hij een brownie heeft gegeten en dan loopt ze de straat op. Dan kan de rest weer gaan wijzen van, je zie je wel, nee, het was toch wel gevaarlijk. Dus ik denk dat je daarop moet gooien. Ik denk dat je het beste gewoon kan gaan kijken naar van, kijk, het zou gewoon een mensenrecht moeten zijn om te kunnen experimenteren met je eigen bewustzijn. Zeker als dat gewoon positieve effecten kan hebben op je leven en op de manier waarop je naar de wereld kijkt. En ben je er niet bang voor, je geeft al aan het belang van iemand die erbij is. Een tripper noemde je dat, zo'n begeleider? Ja, men zou dat of een sjamaan noemen in het traditionele ding. Hoe ondervangen we dat? Of een tripsitter. Straks wordt het mode onder jongeren van, je gaat dromen ga je en je gaat een auto weer anders bekijken. Dat moet je ook doen. En dan wordt het een soort van underground ding weer zonder begeleiding. Nou, dat is het dus al heel lang. Dat is het al heel lang. En dat is dus het punt nu. Van mensen krijgen al bad trips en mensen doen het al underground. Maar als je dit gewoon wat officiëler zou kunnen regelen, dan zou je daar veel verantwoordelijker naar kunnen kijken. Ik praat wel eens met mensen en dan is het van, dat doe ik nooit meer. Nee, dat heb ik een keer gedaan. Toen ging ik achter op de scooter naar Amsterdam. Ik denk, jezus, ik moet er niet aan denken. Weet je wel. En dat is gewoon, daar is ook geen kennis over beschikbaar. Maar heel veel mensen die nu een keertje dat in de smartshop zien liggen, die kopen dat. En officieel is het de bedoeling dat die gozer bij de smartshop je goed informeert. Nou, dat doen ze niet. En er is gewoon niet een goede kennis over wat is dan de bedoeling? Wat is dan de bedoeling als ik dat ga doen, weet je wel? En kijk, voor mij, ik weet dat als ik aan de truffels of aan de paddels ga, dat ik alles voorbereid netjes schoonmaak of dat ik ergens buiten ga zitten en zorg dat ik geen onverwachte dingen tegenkom of niet te veel mensen. En sommige mensen die weten dat gewoon helemaal niet. En dan, en dan nemen ze dat een keer op de verkeerdste plek mogelijk en met de verkeerdste mindset mogelijk, waardoor je gewoon een vreselijke bad trip krijgt en die mensen doen het nooit meer en ze hebben er ook niks aan gehad. En dat is begrijpelijk, want je hebt het gewoon niet op een verantwoordelijke manier gedaan. En dat is ook heel moeilijk om het underground op een verantwoordelijke manier te doen. Want er is gewoon ook echt al een taboe op, weet je wel. En mensen denken echt dat je er gek van wordt ook. Wat ook natuurlijk weer, er is eigenlijk nooit onderzoek die uitgewezen dat mensen geen grote nadelige psychische effecten, zeg maar. We kunnen zien dat bijvoorbeeld psychoses kunnen beginnen daardoor. Maar dat is met wiet ook zo. En dat is met alcohol. Eigenlijk weten we dat met alcohol dat het vrij gevaarlijk is wat dat betreft. Om psychoses op te brengen. Hoe komt dat toch? Dat alcohol dan dat kindje is van ons. Zo lang doen we dat al. Ja. Dat je bij sigaretten zie je de mismaakte lichamen, de Tschernobyl uitgerookte lijken bijna voorbij schieten. Ik denk dat is wat je daar zegt. Dat het gewoon is. En dat we het al zo lang doen. Het is al in de cultuur. En we weten wat voor effect het gaat hebben op mensen. En hoe mensen zich gedragen als ze dronken zijn. En we kunnen dat allemaal voorspellen. En we kunnen daar enigszins mee werken. Dus we tolereren dat, maar in het geval van... De boer niet snuift, dat kent hij niet. Of nee, wat de boer niet kent, dat snuift hij niet, zouden we bijna kunnen zeggen. Ja, een beetje wel, Je ziet ook, sigaretten zijn natuurlijk... Kijk, tabak is minder lang in onze maatschappij zo prevalent geweest. Het is pas begonnen toen we eigenlijk naar Columbus in Noord-Amerika met tabak in aanraking kwamen. En eigenlijk pas echt in groot gebruik genomen in de jaren 50, zeg maar, 40, wat wil je hebben. Dus dat kan weer makkelijker de maatschappij uitgewerkt worden, lijkt het. Ja. Maar alcohol is toch iets wat heel erg... je hebt natuurlijk nog gewoon... Ja, we hebben pub staan uit weet ik van welk jaar, weet je wel. Dat is gewoon... Dat zit echt in onze cultuur. Ja, het komt zelfs voor. En het is ook grappig, hè, dat jij dus zegt van... Nou ja, het is daar in Zuid-Amerika is het een spiritueel, bijna religieus gegeven. Ja. En bij ons hier in de katholieke kerk krijg je natuurlijk een heel klein nipje, maar je krijgt natuurlijk wijn. Ja. Zo erg is alcohol bij ons weer ingebed in de... Nou, maar dat is goed dat we het nu over hebben ook. Soort van, als je kijkt naar Peru, dan merk je dat in Peru is het een stuk... wordt er een stuk minder hysterisch over dingen als ayahuasca of San Pedro gedaan. Gewoon puur omdat het al zo lang gedaan wordt. En het wordt niet als heel erg gek in meer kringen dan in Nederland. Wordt het niet als heel gek ervaren als jij een keertje een vreselijk jaar hebt en je zegt van, nou, ik ga eventjes een weekje de jungle in om met de sjamaan eventjes weer de boel recht te zetten in mijn hoofd. Ja. Ja, dat recht zetten, dat vind ik ook interessant. Ik moet er toch weer even op inhaken, want ik wil echt naar de volledige diepte van wat je eigenlijk ziet. Dat een kijker gewoon echt eventjes weet van, het zou kunnen gebruikt worden voor terminale mensen, voor therapie, om jezelf te leren kennen. Ik zie bijna al de managers die daar met groepjes van 10, 30 betaalden de baas even. Nou ja, inderdaad. Maar wat gaat er gebeuren? Ik ga naar Zuid-Amerika, ik kom bij die shaman, ik ga klaar liggen en ik drink dergelijke mengsels, zou ik bijna willen zeggen. Ja. En wat gebeurt, wat ga ik helemaal meemaken dan? Wat ga ik zien dan? Wat ga ik verwerken? Wat ga ik...
Nou ja, je hebt natuurlijk sowieso, daar zit er ook nog een beetje een religieus tintje aan. Dus je zal hebben dat die shaman eerst alles de boel eventjes gaat blessen en zijn kokenblaadjes en eventjes een paar dingen prevelt. Maar ja, hoe bedoel je? Hoe zou het eens werken gaan hier? Hoe is de trip? Gewoon letterlijk. Hoe is de trip? Ja, ik wil weten waar die potentie in zit om mezelf beter te leren kennen. Ga ik mezelf zien als kind zo'n bijna doodervaring, wat je wel eens hoort? Ja. Dat je alles aan voor ziet voorbij flitsen? Of ga ik mijn laatste slechte daad? Ayahuasca is een hele gekke. Ayahuasca heb ik een beetje een ambivalente trip in gehad. Ik kan niet zo heel erg duidelijk vertellen wat daarna voor mij... Daarna dat ik ook voor mij eerder de hoe noem je dat? Mijn voorkeur eerder uitgaat naar de paddo's. Dat heeft voor mij altijd wat beter resultaat opgeleverd. Maar ja, je moet een beetje bedenken. Hij blest dus eventjes dat spul en dan krijg je dat aangereikt. En dus eigenlijk wordt er meestal gezegd ook even denken even na van waar wil je over nagedenken, wat wil je leren, weet je, wat is de bedoeling. Voordat je dat ook echt opdringt, zodat je intentie ook klopt. En dan zul je merken, ja, zeker met ayahuasca merk ik dat op een gegeven moment ga je gewoon een beetje, ja, echt visioenen. Ayahuasca is echt in visioenen, vandaar dat het ook zo moeilijk te beschrijven is eigenlijk. Omdat het eigenlijk vrij flitsend voorbij komt, voelt het. En ik kon er ook niet meteen iets mee, hoor, moet ik zeggen. De volgende dag voelde ik me, dat is grappig, een van de weinige drugs waar ik me de volgende dag heel erg veel beter voelde. dan de dag ervoor. Maar lekker in een hangmat gelegen en je zit gewoon rustig over je leven na te denken. En nogmaals, dat kan heel erg veel verschillen met welke ook traditionele spullen je dan gebruikt. Die San Pedro, dat was weer een hele andere ervaring qua trip. Is ook vloeibaar? Qua trip. Dat is dus een cactus, een hele grote cactus, kan 9 meter hoog worden. En dat is voornamelijk mescaline wat erin zit, maar er schijnen ook stofjes te zitten die een beetje op adrenaline lijken. En dat is inderdaad ook, wij kregen toen een vloeibare vorm om mee te beginnen. En dan kon je halverwege nog, kwam je langs en dan kon je nog een hapje poeder nemen. Wat ook wel een uitdaging was, moet ik zeggen. Maar dat het weer een hele andere opzet, want ayahuasca wordt vaak een beetje in een groepsetting gedaan. Dus dan ga je met z'n allen een beetje bij elkaar zitten en inderdaad, soms wordt er muziek gespeeld. En bij deze San Pedro is dat helemaal niet zo. Je merkt dat je sociaal wordt je een beetje moeilijk. Je begrijpt elkaar minder goed, praten wordt een beetje lastig. Dus je wil eigenlijk gewoon lekker in je eentje een beetje een soort van kluizenaars achter gaan zitten. Maar dat is ook niet met visioenen echt de San Pedro. Wat zijn die visioenen? Want dat hoorde je net zeggen. Wat zijn er voor visioenen? Ja, het beetje het beste vergelijken met dromen. Droomachtige visioenen waar je soms dingen ziet die je op dat moment eigenlijk helemaal niet zo kan plaatsen. Waar je pas een week of twee later denkt van, dat zou het misschien geweest zijn. Dus zeker met ayahuasca merk je ook dat er vaak wordt er eigenlijk 2-3 weken of over de loop van 2 of 3 weken of een maand wordt er gewoon een aantal keer gedronken. Zodat je op een gegeven moment een beetje een rode draad kan herkennen erin. Mm. En daarom merk je dus ook dat, naar mij, de werking van ayahuasca voor therapie is heel anders dan de werking voor een San Pedro voor therapie. Want San Pedro was niet zo'n visioenen ervaring waar je echt met je neus op de feiten wordt gedrukt. Maar het is eerder een beetje een soort van korte zenvakantie eigenlijk. Maar de uitkomst is uiteindelijk hetzelfde. Dat is een grap. Als je er dus uitkomt die volgende dag naar de ayahuasca trip, voel je helemaal... Gewoon alsof je 10 kilo lichter bent. En dat is eigenlijk met die San Pedro ook zo. En ik denk dat lichter zijn. Zijn je zorgen weg? Of heb je het gevoel dat je heel... Ja, je zorgen zijn weg. En je zit gewoon heel erg in het nu. Heel erg op het moment ben je gewoon alles aan het innemen. Zonder daar meteen oordelen aan te hangen. En dat komt natuurlijk overeen met het verhaal wat ik eerder al zei. Van dat je dus heel anders naar de wereld gaat kijken. Is omdat je gewoon die concepten, die vervaag je gewoon weer even. En waardoor je weer opnieuw andere concepten kan opbouwen over hoe je de wereld ziet. En dat voel je een beetje naar mijn idee, nadat je getript hebt. Een beetje een soort van, alsof er echt een beetje, ja, alsof je geheugen is opgeruimd, bij wijze van op je harde schijf, weet je wel. Een beetje dat gevoel. Dus er is weer ruimte voor een andere manier van naar dingen kijken eigenlijk. Nou is het leuke dat we een kerk hebben, die geloof ik ontstaan is in Zuid-Amerika, als ik het goed heb hoor. Ja, de Santo Daime is dat. Ja. En die hebben vervolgens, ik meen ayahuasca. Ja, die gebruiken ook ayahuasca ingevoerd in West-Europa en die komen ermee weg. Volgens religieus... Dus religie, vrijheid van godsdienst. Ja, ja. En op die manier hebben ze dan toch... Ja, en ik geloof dat überhaupt is het... het is in Nederland toch wel makkelijker om te doen, merk je, dan de omringende Europese landen. Dus ergens klopt het dat we een beetje progressief zijn. Maar ja, wat je zelf net ook al zegt, we hebben inderdaad al 40 jaar hebben we ons beleid niet meer veranderd. En ik merk gewoon dat er heel weinig discussie over is en heel weinig interesse over is, politiek gezien. En ik denk dat we daar veel meer vaart achter zouden moeten kunnen zetten. Maar kan je niet, als jij bijvoorbeeld voor jezelf een rol ziet, dat je zegt van, nou weet je wat, als die ingang van religievrijheid, als die er is, en het schiet in Den Haag maar niet op, en ze vinden alles eng, behalve jezelf doodrijden, of als kluivert andere mensen doodrijden met drank op, ik ga lekker ook zo'n kerk beginnen.
Ja, dat zou kunnen, maar ik ben dus persoonlijk helemaal niet zo kerkelijk ingesteld, laat ik het zo zeggen. Ik irriteer me daar in Zuid-Amerika, irriteerde me ook al. Je zou natuurlijk later, er was bijvoorbeeld, ik meen dat er ooit een pornografisch bedrijf in Amerika was ingeschreven als kerk, omdat ze dan geen belasting hoefden te betalen. Ja, die fiets, ja. Ja, dus je zou misschien ook een beetje een grapje ervan. Ja, dat zou je inderdaad kunnen doen, maar ik vind toch dat uiteindelijk zou je toch als einddoel moeten zien van ja, we moeten dit toch gewoon normaal op een normale manier bespreekbaar kunnen maken En zeker als je het hebt over alleen maar de therapeutische doeleinden. Want kijk, je kan het natuurlijk nog verder doortrekken dan alleen maar therapeutisch voor mensen die helemaal aan de grond zitten. Kijk, als jij gewoon je oké voelt, maar je bent benieuwd, je bent benieuwd of je wel aan het doen bent in het leven wat je echt wil, dan kan het ook al goed zijn. Maar dat zijn niet mensen die via de dokter kunnen doorverwezen worden naar een therapeut die dat mag gebruiken. Dus ik vind dat uiteindelijk zouden we gewoon naar die vrijheid toe moeten, naar die persoonlijke vrijheid van jij mag dat gewoon met je eigen geest doen. En dan inderdaad, je hebt natuurlijk andere begeleiding nodig als jij zwaar verslaafd bent en je komt van de straat, dan dat je gewoon een gezinnetje hebt en je wil, je wil weten hoe je beter kan connecten met je zoon of zo, snap je? Ja. Dat is een heel ander soort ervaring die je nodig hebt en een heel ander soort begeleiding die je nodig hebt. Dus. En dan hebben we het net gehad over, dat zijn we ook wel eens, want we spreken natuurlijk vaker, over het alcohol er dan wel mee wegkomt. Nou, jij zegt dat het komt dan puur doordat het heel lang al onze cultuur is. Maar een nieuwkomer die er wel is doorgeglipt, dat zijn natuurlijk zaken als algemeen voorkomende suiker en koffie. Ja. Ik hoor vrienden van mij zeggen en collega's van, ik zonder koffie moet je niet tegen me praten, hoor, 's ochtends. Ja. Ik moet eerst een bak koffie, anders dan ga ik niet. En dan hoor ik daar dingen in die ik ook wel eens hoor bij vrienden. Ik heb vrienden die met drugs al zijn uitgeschoten in de bocht. Ja. En die zeggen hetzelfde van, zonder dat middel kon ik niet functioneren. Ze zeggen al hetzelfde eigenlijk. Hoe zie jij dat dan? Suiker, ja, dat koffie. Is ook zo. Dat is ook zo. Suiker is ook een interessant iets natuurlijk. Omdat je ziet dat we dat eigenlijk zoveel meer zijn gaan consumeren ook. Het is eigenlijk een soort van staple food geworden, basically. En het is iets wat je mensen kan blijven voeren eigenlijk. Dat is waarom het een beetje kenmerken heeft van drugs ook. En wat eigenlijk grappig is, ik heb een keertje boek gelezen en dat was een man die zei eigenlijk van, in principe heeft het Westen slavernij weer opnieuw ingevoerd door de komst van suiker. En omdat het eigenlijk zo makkelijk te verkopen was en steeds meer en meer en meer, was het een soort van bodemloze put qua die markt. Die kon je zo ver uitleven als je wou, zeg maar. Dus er was gewoon zoveel geld te verdienen dat ze in principe slavernij weer hebben ingevoerd. En ja, dat is vond ik een grappig idee wel. Maar dat is natuurlijk ook zo. En zeker met koffie. Als je ziet, cafeïne duurt 12 uur om uit je lichaam te gaan. 12 uur? 12 uur. En er zijn heel veel mensen die inderdaad s'avonds bij het eten nog een kopje koffie drinken. Maar het heeft dus echt heel veel effect ook op je kwaliteit van slaap. Als je nog cafeïne in je systeem zit tegen de tijd dat je in slaap valt. Dat zijn eigenlijk hele grote sociale experimenten die we aan het doen zijn. Waar we niet eigenlijk eerlijk over zijn dat we ze aan het doen zijn. Want het is wel daadwerkelijk een best wel heftig stimulerend middel. Cafeïne ook inderdaad. Ja, ja, ja. Je ziet nu wel met de energydrankjes. Die jongeren, hè, vooral jongeren aanspreken en dus makkelijker te relativeren voor volwassenen. Ja. En het is ook weer een nieuwe fenomeen. Gek, hè, dat zo'n zijtak dan wel weer heel erg bekritiseerd wordt. In Frankrijk mogen, geloof ik, dat verbieden ze het, geloof ik. Of zwangere vrouwen mogen dat, geloof ik, niet. Ja. Iets van die aard. Ja, maar dat is natuurlijk ook zo. Maar als je gaat kijken naar, je kan natuurlijk, het is met een ding als opiaten. Je hebt natuurlijk een vrij groot opiatenprobleem op het moment. Volgens mij in Rusland en in Canada is het ook wel een vrij groot probleem. Maar je merkt natuurlijk eigenlijk, is het qua suiker, is het heel erg makkelijk te zien. Je hebt een enorme obesitas-epidemie, heb je eigenlijk, zeker in Amerika. Maar in Europa wordt het ook steeds erger en erger. Ja. Dat is toch echt onlosmakelijk verbonden aan dat suiker. Aan hoe dat je hele, je hele lichaam eigenlijk in de war schopt. Maar het is vaak niet iets wat op één lijn wordt gezet met de andere dingen die we normaal als drugs bestempelen. Dus we zitten eigenlijk, dat kan ik wel concluderen, met het probleem dat we star zijn met hoe we iets benoemen en hoe we linken leggen. Dan blijven we maar vasthouden aan oud patroon. Wat dus grappig is, want dat is eigenlijk hetgene wat je dus met die trips inderdaad probeert dat starren eigenlijk eraf te halen. Ja. Een leuke soort van metafoor. Maar dat is inderdaad eigenlijk wat er aan de hand is, naar mijn idee. En we moeten daar gewoon anders over leren praten, want het heeft gewoon heel veel potentie, naar mijn idee. En als je daar iets mee kan, je kan er gewoon mensen mee helpen, dan is dat gewoon iets waar je zo snel mogelijk mee moet gaan beginnen. En aan alle onderzoeken die nu gedaan worden, blijkt eigenlijk dat het gewoon enorm kan helpen voor inderdaad ook mensen met posttraumatisch stresssyndroom. Ze hadden een onderzoek met, geloof ik, een stuk of 100 Irak-veteranen. Waarvan na 2 of 3 weken therapie, dat houdt dan in dat ze 2 of 3 keer doen ze een wat mildere trip en dan een wat heftigere trip en een wat mildere trip, geloof ik.
met gewoon therapie er tussendoor. En dat die 80% ervan, geloof ik, zei je achteraf, was die niet meer te diagnosticeren met posttraumatisch stresssyndroom. Dat waren mensen die gewoon echt schreeuwend, balend in het zweet wakker werden. Maar uiteindelijk, zelfs na een vervolg, hoe noem je dat? Een latere vervolgstudie nog, zes maanden later, dat nog steeds zo'n 70% ervan eigenlijk genezen was. Nou, dat zijn cijfers wat in de psychiatrie totaal niet voorkomt. Geen enkele andere therapie die kan dat soort dingen, dat soort dingen leveren eigenlijk. En dat is met posttraumatisch stresssyndroom is het zo, maar eigenlijk met de meest psychische aandoeningen die we hebben, hebben we geen betrouwbare middelen voor. En dit lijkt volgens de onderzoeken die nu steeds meer gedaan worden, heel veel beloften te hebben wat dat betreft. Dat je gewoon consistent mensen zou kunnen helpen. Ja, en juist de mensen die het moeilijkst hebben psychisch, juist die mensen zijn dan, je kan een hele maatschappij zou er gewoon een boost mee kunnen geven. Ja. Dus het is. Er leeft dan toch een idee van het moet uit jezelf komen en je moet jezelf ontdekken. Mensen zijn dan bang om een wandelstok, zo'n drugs als extern entiteit, om dat toch zich te nemen. Ja. Hoewel ze natuurlijk wel veel medicatie, gewoon die in de farmaceutische industrie gewoon rondgaat, die ook niet altijd om te liegen. Nee. Die is er ook niet altijd om. Nee. Dus wat zou je tegen die groep, hoe moeten we dat doen? Hoe ga je zo'n groep mensen die denken van dat moet uit jezelf komen, heel erg met het ego bezig en uit jezelf en afdalen in jezelf en weet ik veel wat voor termen, is allemaal van die semi-monastieke toestanden die je... Je hebt ook manieren om diezelfde soort van staat van bewustzijn te creëren zonder ook daadwerkelijk naar stofjes te vergrijpen. Je hebt... De San-stam in Afrika, een van de oudste stammen met van dat taaltje. Ja, ja, ja. Die gasten heb je ook shamaans, maar die gebruiken geen spullen om in een trance te komen. Die gaan gewoon een nacht lang rond het vuur dansen en de hele stam moet mee en klappen en dingen. En waardoor je uiteindelijk in zo'nzelfde soort staat komt en dezelfde soort visioen eigenlijk krijgt als dat je zou hebben als je inderdaad... Het is naar mijn idee gewoon een betrouwbaardere manier om een stofje te doen dan. Ja. Maar je merkt dat het is wel een staat die in ons is. En het is iets wat we... Dus zij gaan, deze stam gaat met slapeloosheid... Slapeloosheid, ritmisch dansen, onderdompelen in koude rivieren, dat soort dingen. Gewoon, je weet natuurlijk ook, heel veel mensen die... tenminste, heel veel mensen... Ik heb het al vaak gehoord met bijvoorbeeld Mozes, met het brandende struikje. Ja. Je hebt natuurlijk bijna alle profeten die opeens komen met een lijst mooie dingetjes. Ja. Meestal zitten die eerst een paar dagen in de woestijn en te verhongeren. En dat zorgt gewoon dat je visioenen krijgt, weet je. Ja. Dat is ook gewoon zo. Dus dat is een interessant iets. Dus jij zegt eigenlijk van... Het zit ook in jezelf, beantwoord je dan, want er zijn dus ook bepaalde terreinen. Inderdaad, als je denkt bijvoorbeeld aan urineren terwijl je je plas hebt opgehaald urenlang, dan komt er een extase. Ja. Bijvoorbeeld orgasme, als je verliefd bent, eet je dagen niet. Ja. Een soort van natuurlijke pep. Ja, en het is ook weer een hele starre van, dat is als je gaat kijken naar wat nou echt uit jezelf en wat is niet uit jezelf. Dus zeker als je ook op een gegeven moment wat meer bekend bent met tripmiddelen, dan wordt die scheiding is ook al vrij... arbitrair eigenlijk op een bepaalde manier. Als je ziet hoeveel van de omgeving eigenlijk door je heen... het is heel lastig om nou te zeggen, wat ben nou alleen maar jij? Je kan heel moeilijk zo'n puritein zijn, beslissing over maken eigenlijk. Maar ik merk dat die status ook inderdaad nuchter in principe bereikt kan worden. Maar het lijkt mij omslachtig, maar het kan wel. En het is... Wat zijn de meest heftige stofjes? Wat zijn de meest heftige drugs die we aan boord hebben? Is dat als je doodgaat? Nou, de grap is eigenlijk, de DMT is de heftigste. DMT is echt de heftigste, maar dat is dus een stofje wat we eigenlijk zelf aanmaken. En dat is ook grappig, want die staat ook op Schedule 1. Dus technisch gezien is, als je naar Amerika toe gaat... Hebben we verboden middelen bij ons. Dan heb je de verboden middelen in je lichaam zitten, ja. En het is nog een beetje de vraag waar het geproduceerd wordt en dergelijke. Maar dat is een stofje wat je dus kan eten in ayahuasca. Maar ook een stofje wat je apart kan roken. En dan merk je wel heel erg dat een van de heftigste is. Dat is alsof je een raket door het universum heen krijgt, basically. En ja? Dus een hele korte werking. Vertel eens over, want dat heb je ook gebruikt. Ja, ja, ja. Wat was je heftigste trip, even in vogelvlucht, wat je omschrijft? Daar zijn heel heftige trips. Ik moet er even bij zeggen dat het voor therapeutisch gebruik is het denk ik niet een heel erg interessante druk. Omdat het zo kort werkt en heel erg als een soort van lawine over je heen komt eigenlijk. Wat is het? Eigenlijk is dat gewoon volledig absurdistisch. Zeg maar, als je daar echt in zit op een gegeven moment, je sowieso je hele sense of self die verdwijnt op een gegeven moment echt. Je krijgt echt een principe out-of-body experience, maar het hele concept van body is ook al niet helemaal meer bekend als je op dat punt zit. En
Ja, het is heel moeilijk uit te leggen. Er zijn eigenlijk geen woorden voor. Er is geen vocabulaire voor. Dat is het probleem. Het is zeg maar het raarste wat je kan bedenken. En dan nog raarder. Dat is basically... En als er dan geen woorden voor zijn, zijn er dan... schilderijen, zijn er dat voorwerpen? Nou ja, je hebt een heel interessante een beweging die ondertussen wel gaande is met inderdaad allerlei psychedelische kunst. Een van de bekendste is Alice Gray. Die maakt hele mooie, inderdaad op DMT en ayahuasca geïnspireerde schilderijen. En dat is eigenlijk een betere manier om het uit te leggen bijna. De taal schiet tekort. Je hebt gewoon eigenlijk niet de woorden om te zeggen wat je wil zeggen, zeg maar. Dus dat is een, En op cultureel vlak... Want ik heb er nogmaals met jou vaker over gesproken en daar wilde ik je ook graag hier om de tafel hebben. Zijn er dus ideeën van mensen waar jij boeken van leest, die ik even niet bij naam heb nu, van drugs als invloed op de eerste kunst van de mensen? Ja, dat is een schrijver, Graham Hancock, die heeft er een boek over geschreven. Dat is zelf geen wetenschapper, maar wel een journalist. En ik kan nu ook heel eventjes niet de naam van de originele onderzoeker die hij aanhaalt herinneren. Maar het komt erop neer dat je patronen die je ziet in grotschilderingen, die lijken overeen te komen met patronen die, als je mensen zeg maar, nu psychedelica geeft en je laat ze wat tekenen, dan in verschillende stadia van die trip heb je de neiging om op bepaalde manieren te tekenen, bepaalde patroontjes en dingetjes te tekenen. En die lijken overeen te komen met wat we in grotschilderingen zien. Wat natuurlijk een interessant iets is, want het zou kunnen betekenen dat gewoon de eerste tekenen die we eigenlijk zien van kunst en cultuur misschien wel meer te maken hebben met dat soort staten van bewustzijn in ieder geval, dan dat wij denken. En of dat dan iets te maken heeft met een druk wat ze destijds gebruikten, of dat het iets met een ritueel is geweest, dat weten we natuurlijk niet. Nee, het zou wel boeiend zijn als een soort Herman, het zou heel boeiend als zijn. De eerste kunst een soort Herman Brood collectief zou zijn geweest. Ja, maar het is natuurlijk ook iets, het is niet zoiets iets heel erg geks om te zeggen, want je merkt dat de beste kunstenaars zijn vaak mensen die zichzelf helemaal padje af op wat voor druk dan ook. Die maken meestal de mooiste dingen. Wat, heb jij een paar voorbeelden van ons door de eeuwen heen van politici of kunstenaars of dichters of... Dat drugs gebruiken om het een beetje... Nou ja, het grappige is dat er recentelijk onderzoek is naar gedaan naar oude Grieken ook. Je hebt de Mystery of Ulysses. Dat is een ritueel wat ze daar jaarlijks deden. En ondertussen wordt daar vermoed dat ze daar ook inderdaad dus één keer per jaar, of één keer per 4 jaar, ik weet niet precies meer hoe het zat. Maar dat ze met z'n allen in principe gingen trippen. Maar niemand mocht erover praten en het is mysterieus. Maar het lijkt al vaker voorgekomen te zijn in veel culturen. En ja, om dan een tangible voorbeeld te noemen van... Maar er wordt nu wel meer onderzoek naar gedaan. Hoor jij dus... Daar wordt er nu heel veel onderzoek naar gedaan. Ja, er is natuurlijk in de hele hippie-periode is er een begin gemaakt. En mensen waren heel enthousiast. En er is toen opeens een stop achter gezet. En er is gewoon eigenlijk 40, 50 jaar bijna niks gebeurd qua onderzoek. Zeker naar psychedelica niet. En je merkt nu gewoon, men noemt het ook de psychedelic renaissance. Er wordt gewoon nu opeens weer heel veel meer moeite ingestoken en er is heel veel interesse opeens weer voor. En langzaamaan lijken politiek gezien die banen ook wat meer... Kijk, je merkt natuurlijk nu Canada heeft ook weer wiet gelegaliseerd. Dus wie weet kunnen we langzaamaan naar een plek waar inderdaad onderzoek nog makkelijker wordt met paddo's of met LSD. Omdat het gewoon de legale status wat makkelijker wordt. Dat is wel mijn hoop in de toekomst, zeker in Nederland. Maar je ziet dus wel ontwikkeling met zo'n Canada en meer. Ja, ik zie wel ontwikkeling, maar vaak is de ontwikkeling nog, het blijft beperkt tot wiet nog eigenlijk. En ik denk dat we gewoon, je merkt dat nu heel veel wetenschappers heel erg voorzichtig eigenlijk onderzoek aan het doen zijn naar psychedelica. En eigenlijk nu opnieuw onderzoeken doen naar dingen waarvan we eigenlijk al weten dat ze zo zijn. Maar gewoon puur om die cijfers nog een keertje voor te leggen. En ik weet bijvoorbeeld dat ze in Amerika bij de FDA zijn ze nu bezig met de laatste trials voor MDMA. Dus als het goed is wordt, of MDMA, dus dat wordt als het goed is dan binnenkort van die, in ieder geval die eerste schedule afgehaald. Zodat er makkelijker onderzoek mee gedaan kan worden. En inderdaad dat het in therapeutische setting zou gebruikt mogen kunnen worden door... Dus daar waar de derde of tachtigste golffeministen niet alleen de BH verbranden, maar ook alles verbranden op hun pad. Daar kent ook de drugs nu zijn nieuwe emancipatiegolf. Mm. Een soort neo-hippiaanse... Ja, ergens wel. En het is wat meer, je merkt dat het iets minder idealistisch is ingesteld dan de hippiebeweging destijds. Het was natuurlijk, die hippiebeweging komt ook een beetje op mij over. Van. Het was een beetje, wel heel veel lol. Die zijn een beetje doorgeschoten. Ja, die zijn een beetje doorgeschoten. En dat is, je hebt natuurlijk Timothy Leary, die een heel bekend figuur is geweest. Die eigenlijk eerst een gerespecteerd professor is geweest. En die daarna helemaal doorgeslagen is van, oh, iedereen moet aan de LSD. En dat is gewoon iets waar je heel erg voor moet oppassen nu. Dat je niet te enthousiast wordt over hoe geweldig het wel niet is. Want we moeten wel zorgen dat die setting klopt. Die zag toen op een gegeven moment ook dat zeker toen LSD illegaal werd gemaakt en via de media allerlei propaganda werd verspreid dat je er gek van zou worden, dat mensen ook steeds meer bad trips gingen krijgen. Omdat dus je mindset dan verandert, je setting verandert weer. Je denkt, oh, straks krijg ik een bad trip. Dat verandert iets aan de manier waarop die stof werkt in je lichaam. Dus dat is iets interessants, maar ik hoop dat we daar nu op een verantwoordelijkere manier eigenlijk dingen mee kunnen doen.
Ja, en je merkt dat er gewoon veel mensen mee bezig zijn. Het is een inspiratie voor veel mensen. Mensen, gevoelsmatig weet je vaak dat het klopt. Je weet van dit is iets, weet je wel. Maar het is heel moeilijk om dat kunnen te bewijzen. Zeker als je dus bakken met geld moet uitgegeven en jaren moet wachten voordat je een keertje onderzoek mag doen naar een pilletje of naar een paddeltje. En ayahuasca is wat dat betreft weer ingewikkeld, omdat ayahuasca natuurlijk een composiet is van verschillende stofjes, is het heel moeilijk om daar bijvoorbeeld onderzoek mee te doen. Omdat het niet zoals een LSD of een psilocybine gewoon een apart, makkelijk te synthetiseren stof is, zeg maar. Dus dat is ook nog interessant. En als je dus gaat kijken naar die ayahuasca-rituelen, denk ik dat we nog heel veel zouden kunnen leren van de manier waarop die shamaan zo'n trip begeleidt. Vergeleken met de manier waarop wij het nu doen, wat vaak met MDMA en psilocybine is. Dat is basically met een oogklep op een bank, met een muziekje op. En gewoon, maar ja, misschien kunnen we daar nog ook wel verschillende toepassingen voor. Kijk, als je wil je creatiever worden van je trip of wil je rustiger worden. Ik denk dat je daar heel veel mee zou kunnen doen. Om gewoon eigenlijk bewust bepaalde aanpassingen te maken in je eigen staat van zijn. En dat is iets interessants. Het klinkt natuurlijk een beetje freaky, maar het is gewoon iets heel interessants. Nou ja, in zoverre, dat we, wat ik al zeg, we hebben al heel veel pillen en we hebben al heel veel stoffen. Ja. Alleen het farmaceutische, en we zijn ook best wel een goed gelovig volk hoor, want daar waar Turken bijvoorbeeld en Amerikanen heel erg van de conspiracy is, zo'n Alex Jones bijvoorbeeld, kan bijna alleen maar bestaan in Amerika en een Harun Yahya alleen maar in Turkije. Maar zodra dat dan hier komt, wij zijn heel erg super nuchter, daar zijn we trots op, terwijl we ook weer zeggen dat dronken mensen alleen maar de waarheid spreken. Ja. En wij zijn nuchter. Ja. Dus dat geeft ook weer te denken. Maar ja, die nuchterheid maakt natuurlijk ook een beetje dat we op een gegeven moment het uit handen geven. En als het pilletje van de goede fabriek komt, dan mag het. Ja. Maar als het uit het bos of als uit het Indianenbos komt, dan is het opeens allemaal stout. En dat is natuurlijk alleen maar omdat we nu nog niet, zeker over de dingetjes uit het Indianenbos, hebben we gewoon niet heel veel cijfers nog. We mogen geen onderzoek naar doen. Dat mag over het algemeen niet. Mag geen onderzoek naar worden gedaan? Nou ja, niet op een zeg maar, in ieder geval een hele lange tijd is het heel moeilijk geweest met psilocybine en dergelijke om dan onderzoek naar te doen. Omdat je gewoon eerst een paar jaar bezig bent met formulieren en et cetera, waardoor heel veel mensen het al in eerste instantie niet gingen doen. Ja. Maar je merkt dus nu dat er wel weer een beetje een sfeer is dat het weer kan, langzamerhand. En die emancipatiebeweging, wat doe jij daaraan? Ik hoor wat van jou van ik ga naar een conferentie en dergelijke. Waar sta jij in die emancipatiebeweging? Nou ja, ik probeer het eigenlijk zo dicht bij mezelf te houden als maar kan. Kijk, ik ben geen idioot. Ik heb gewoon een productief leven. Dus het beste manier om te laten zien dat het allemaal niet zo erg is. Door gewoon er eerlijk over te zijn in ieder geval. En dat probeer ik mensen ook zoveel mogelijk aan te sporen. Wees dan alsjeblieft gewoon eerlijk over je drugsgebruik. Zeker als het alleen psychedelica is. Want eigenlijk zou niemand er iets over moeten mogen kunnen zeggen. En weet je, kijk, als jij op straat ligt aan de heroïne, snap ik dat iemand er wat over wil zeggen. Maar ik denk dat het belangrijkste is, dat je gewoon, ik zelf ook, ik leef dat gewoon, ik win er geen doekjes om, dat ik gewoon af en toe echt wel eventjes een paar dagen rust wil hebben en dan misschien wel eventjes een paddeltje doe en lekker de bos in gaan om even weer alles te kalmeren, bij wijze van. Maar dat heb jij ingebed, en dat vind ik persoonlijk heel interessant, in een, jij noemt het productief, heel algemeen, mooi woord, maar algemeen, maar jij werkt gewoon, vriendin, huisje leuk en zo. En af en toe, dat vind ik zo mooi eigenlijk, af en toe even het bos in en dan ga je even opstijgen. Even een blokje. Nou, dat is grappig, want ik ben natuurlijk, wat ik net zeg, ik ben niet zo kerkelijk. Ik hou helemaal niet van de meeste religies eigenlijk. Ik blijf het liefst ver maar van vandaan. Dat heeft me destijds ook best wel geïrriteerd aan die shamaans. Dat ben ik van, wat een poespas, weet je, neem maar dan speel nog maar. Snap je wat ik bedoel? Ja. Maar, we draken wij. Nee, dat ging over dat blokje om wat je dan doet, dat je het in je leven inbedt. Eventjes, dus je leeft een heel normaal leven. Ja. Dus die poespas die je hebt eerst... Ja, nee, dat wou ik zeggen. Dat eigenlijk is het een beetje ook een spirituele outlet wel. Ik hou niet zo van religies, maar ik heb op zich wel een spirituele kijk op de wereld ook. En het is een beetje dat ook. En vandaar dat ik ook wil zeggen, van je kan ook verder kijken dan therapie. Dus je bent eigenlijk milder geworden naar spiritualiteit door drugs. Absoluut. Zeg dat dan niet te hard, anders komt zoals Andries Knevel met een zakje cocaïne binnen. Ja, dat is oppassen. Ja. Want dit is de laatste poging. Een afsluitende vraag, want we hebben heerlijk lang gezeten al. Wat zou je zelf willen doen in de toekomst hiermee? Word jij zo'n begeleider? Word jij zo'n guru met 60 auto's? Ja, guru wil ik zeker niet zeggen. Een guru is iets waar ik absoluut niet voor ben. Guru is ook iets wat meer voor de dat zijn natuurlijk van die Hindoestaanse figuren, een beetje van die profetische figuren. Maar begeleiden lijkt me heel interessant te doen. Ik denk dat er heel veel vraag voor zal zijn in de toekomst. Dat je dus merkt dat nu die MDMA straks van die lijst af gaat. En dan zul je gewoon, als het goed is, klinieken moeten gaan ontwikkelen. Waar mensen dus heen kunnen gaan om aan de MDMA therapie te doen. En ik verwacht eigenlijk dat snel psilocybine ook zal volgen. En misschien LSD ook wel. En daar hoop ik eigenlijk iets mee te doen. Ik ben eigenlijk al met de conferentie ben ik natuurlijk laatst geweest. Een beetje contacten proberen te maken. En ik wil eigenlijk een keertje richting de MAPS in Californië. Er zit een groot onderzoekbureau.
En die zijn nu ook inderdaad bezig met mensen zoeken om mensen op te leiden tot begeleider. Want het is dus wel, het lijkt me ook lastig om te doen, goed. Maar ik denk dat je daar mensen goed voor moet trainen. En zorgen dat je dat, als je dat op een goede manier kan doen, dat het ook gewoon meteen aanslaat. Je moet het wel, maar daar zijn ze nu mee bezig en dat zou ik graag willen doen, ja. En dan komt er een praktijk, Reitsma, en dan kan ik aankloppen. Nou ja, hoe dat precies vorm gaat krijgen, dat weet ik dan niet. Maar dan ga ik op een tandartsstoel zo, en dan ga ik zo naar achteren zo, en dan... Weet je dat idee. Hoe het precies vorm zou zijn, dat maakt me niet zo heel veel uit. Maar het gaat mij erom dat ik weet dat ik mensen hiermee heel veel kunnen helpen. Als je echt mensen die helemaal in de put zitten, bij wijze van... Die zou er gewoon echt min of meer uit kunnen trekken ermee. En dat is voor mij zoveel waard. Dan moeten we maar kijken hoe dat gaat gebeuren. Maar ik ben ervan overtuigd dat over 10, 20 jaar een stuk prevalenter is. Een stuk meer gebeurt. Nou, we hoop daar deel van te zijn. Ja, nou, dat gaan we. Ik hoop het wel. En ik hou het allemaal, ik volg het allemaal op de voet. Ja, je hoort het wel van me. Ja, ik hou je in de gaten. Ik hou je in de neusgaten. En hiermee zijn we tot een plechtig en intrigerend einde gekomen. En van Café Weltschmerz. Ik moet nog even heel goed oefenen met de term. Weltschmerz. Het is zo'n diepe term dat ik er nog even mee moet worstelen. En wat zeg je dan? Ik hoop je volgende keer weer te zien. Dezelfde zender, hetzelfde gebouw, hetzelfde ei. En dit was het. Dank u wel. Top.